Willems, de coördinator van het multifunctioneel accommodatie de Valuwe. Vertelt u eens, hoe is het een en ander tot stand gekomen? In 2000 zijn we begonnen met wijkraad, de gemeente, om een... We misten een buurthuis. We wilden graag iets weer voor de mensen. Checkpoint was inmiddels al jaren verkocht en er was hier niks. En we wilden het eigenlijk midden in de wijk. Dat ging allemaal niet. Hoop geneuzel. Totdat de kerk de bezoekers niet meer aantrok. Veel minder werd tot ze besloten om te verkopen. En ja, toen werd het voor ons heel erg fijn. Met de gemeente om de tafel gezeten. Heel vaak. Alle disciplines bij elkaar. En uiteindelijk is dat dit tot stand gekomen. Het ziet er prachtig uit. Het is hartstikke druk hier. Aan het genieten. Ja, heel erg aan het genieten. Het is een hele lange weg geweest. Met ook wat aantal bobbels natuurlijk. Maar als we dit dan zien, dan hebben we dit als wijk voor elkaar gekregen. En daar moeten we trots op zijn, toch? Zeker weten. Ik heb begrepen dat de wijkwinkel ermee gestopt is. Toch hoor ik dat er een nieuwe wijkwinkel gestart is. Kunt u daar iets over uitleggen? Is dat ongeveer hetzelfde of is er een hoop veranderd? De faciliteiten van de wijkwinkel, die hebben wij mee overgenomen. De wijkwinkel is inderdaad helemaal gestopt. Hij is dicht, hij is al een maand dicht. Dit is een nieuwe stichting, Stichting Emma Vader Vaderwe. En de faciliteiten van de wijkwinkel, dus een vuilniszak kopen, een postzegel, een kopietje maken, dat nemen we erbij. Dat is een heel klein onderdeel wat we hier gaan doen. Welke organisaties zijn er allemaal betrokken? Het is Emma Vader Vaderwe niet alleen, maar ook fysiotherapie de Vaderwe en GGZ Oost-Brabant. En die laatste twee zijn commerciële gebruikers, die huren van de gemeente. Maar het wil niet zeggen dat wij daar niks mee doen. Wij maken ons samen sterk en we doen samen heel veel activiteiten. Is het nog mogelijk om hier een kerkdienst te volgen? Jazeker. Iedere zondag is er een dienst. Er wordt in de grote zaal wordt de dienst gegeven. En die is er zondag, kerstmis of extra dagen. Dan kunnen ze hier ook terecht. Oké, hartstikke fijn. En daarna een natuurlijke kop koffie. Heel gezellig. Hartstikke bedankt voor uw tijd. En geniet ervan. Proficiat met de opening. Dankjewel. Ga ik zeker doen. Okay. Bedankt. Van der Laan. Het halve bestuur van de nieuwe stichting MFA heb ik begrepen. Twee vijfde. Vertel. Nou, ik was penningmeester, ben ik al bijna 2 jaar. En Hilly van Nissen was onze voorzitter. Die heeft helaas door de functie bij Mooiland krijgen. En Mooiland zei, door de belangenverstrengeling moet je kiezen. Of bij ons komen werken of voorzitter blijven. Toen heeft Hilly van Nispen uiteraard voor haar werk gekozen. Nou, toen kwam de functie van voorzitter vrij. En binnen het bestuur was ik eigenlijk denk ik wel de enige geschikte kandidaat om dat over te nemen. Dus ik ben voorzitter geworden en we zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Op dit moment heb ik dus een dubbelfunctie. Dus ik ben en penningmeester en voorzitter. Lijkt me een zware taak. Bevalt het? Ja, bevallen in die zin. De laatste weken heeft het wel enorm op mijn vrije tijd gedrukt. Het is bijna geen vrijwilligerswerk meer. We wisten ook wel dat eraan zat te komen. Maar dat moet de komende weken moet dat wel langzaam gaan minderen. Anders is het als vrijwilliger niet leuk meer. Bijna inderdaad een dubbele baan. Ja, het is bijna een dubbele baan. Ik ben een jaartje of 4 geleden gestopt met werken. En nu lijkt het wel of ik weer begonnen ben met werken.
Het ziet er in ieder geval prachtig uit, dus uw werkzaamheden hebben nut. Proficiat met het mooie gebouw. Nou, onze inzet heeft zeker vruchten afgeworpen. We hebben met z'n allen wel een helle job gedaan. Samen met de gemeente en de projectontwikkelaar hebben we eigenlijk van het kale gebouw wat de kerk was. Ja, iemand die nu binnenloopt en een jaar niet geweest is, die denkt, zit ik wel in het goede gebouw. Aan de buitenkant is het uiteraard nog steeds herkenbaar als de oude kerk. Maar aan de binnenkant is het totaal geen kerk meer. We willen het woord kerk ook eigenlijk zo snel mogelijk verbannen. Anders praat over 10 jaar nog iedereen over de oude kerk. En het is gewoon nu de MFA. Inderdaad, ik hoorde dat er nog wel kerkdiensten gehouden worden. Maar er is hier veel meer te doen. Kunt u vertellen welke organisaties allemaal hier aanwezig zijn? Nou, de belangrijkste huurders van ons die ook in de wijkwinkel zaten, bijvoorbeeld de KBO. En die hebben diverse afdelingen, die hebben ouderengym, de breiclub, de koersbal, het kaarten. Dat komt allemaal mee hier. Safina, de organisatie die achter de huisartsenpraktijk bij de Valuwe zat, dat gebouw wordt gesloopt. Dus ze hebben tegen Safina gezegd, jullie moeten eigenlijk mee naar de nieuwe MFA. Daar waren ze in het begin vrij sceptisch over, maar de samenwerking verloopt nu dusdanig dat iedereen, eigenlijk ontstaat er een win-win situatie. Wij kunnen niet zonder hun en Safina kan niet zonder ons. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel huurders van die 1 uurtje in de week tot 5 uur in de week tot 1 keer in de 4 weken. En die ook in de wijkwinkel al huurden, zoals de wijkmeester, de wijkagent. En dat soort mensen blijven ook allemaal onze MFA bezoeken. Het gaat een druk bezochte locatie worden. Mooi. Dat is zeker de bedoeling, want als we alleen de huurders zouden hebben die we nu in de wijkwinkel hebben, zouden we de exploitatie nooit rond kunnen krijgen. Dus we moeten zeker nog op zoek naar nieuwe huurders. Oké, wilt u bij deze een oproep doen? Ik denk dat er vandaag 500, 600, 700 man binnen geweest zijn. Het was echt niet normaal. En al die mensen hebben gezien hoe mooi het is, hoe groot het is. En ik zou tegen al die mensen zeggen, als je tijd en zin hebt of een vergadering hebt of iets, bel me en we gaan samen iets leuks doen. Hartstikke goed. Bedankt. Alsjeblieft, graag gedaan.